NRW is het platform die verbindingen kan maken. Niet alleen kennis en kennis delen, maar ook de noodzakelijke veranderingen op gang krijgt. Of het nu om krimp gaat, duurzaamheid of een nieuw huurrecht. Een van de uitdagingen waar de sector voor staat is sanering van het huidige winkelbestand. Niet alleen door krimp, waar je heel veel over hoort, maar ook door herontwikkeling van zwakke winkelgebieden die nog wel potentie hebben. En daar zijn er nog zoveel van. Ik weet dat zal ergens pijn doen, maar het is absoluut noodzakelijk. De winkelsector staat voor twee belangrijke uitdagingen. Hoe in te spelen op het alsmaar wijzigende consumentengedrag en het maken van heldere keuzes voor een gezonde, toekomstbestendige, ruimtelijke winkel- en verzorgingsstructuur. NRW moet daarbij haar rol pakken door alle noodzakelijke kennis bijeen te brengen en de open discussie tussen alle betrokken partijen te faciliteren. We leven in een tijd van versnelling en we zijn gehaaster dan ooit. Maar er zijn ook momenten waarop je eigenlijk de tijd weer vergeet. En dat zijn die momenten waarop je mag dagdromen, waar je open staat voor het onverwachte en nieuwe belevenissen. En deze momenten zorgen voor vertraging en meer geluk en betekenis. En aan ons, als markt, als alle marktpartijen, maar ook als consument, om die momenten te creëren voor winkelcentra en binnensteden. De zee van tijd heeft het mooiste strand. Retail is in mijn ogen een topsport. En daarvoor is nodig visie, actie en passie. Er gebeurt zoveel in de winkelsector en de belangen zijn groot. Economisch, ruimtelijk, sociaal, maatschappelijk. We moeten samen op zoek naar de juiste oplossingen. Ik vind het heel mooi om daar als kennisinspirator een bijdrage aan te kunnen leveren. Wat mij altijd verbaasd heeft, is dat consumenten verwachten dat er elke 6 weken een nieuwe collectie in de winkel ligt. Terwijl vastgoedeigenaren denken dat ze 20 jaar met dezelfde winkel vooruit kunnen. Ook vastgoedeigenaren moeten gaan denken aan het geluk van de consument. Investeren in goede winkelomgevingen. Dat is de opgave van de toekomst. Reductie en beheersing zijn de oplossing. En die oplossing kan alleen worden bereikt door samenwerking met alle partijen. Gemeente, Rijk, vastgoedeigenaren en retail moeten daaraan hun bijdrage leveren. Ja, de grootste uitdaging van de sector is om het samen laten optrekken van de grote en de kleine retailer om te zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied. De NRW is dé plek voor iedereen die werkt aan winkelgebieden. Het is het Forum Romanum van de retailsector, waar iedereen kennis op kan doen, ideeën op kan doen, kan praten met gelijkgestemden en andersdenkenden in een open, vriendschappelijke omgeving.